Wij gaan de Nether in de Sky Factory voor de allereerste keer. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Let's go! Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Sky Factory. We gaan vandaag weer lekker verder met Sky Factory. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk vast even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw? Abonneer. Welkom. Als het goed is mensen, kunnen wij vandaag een poging doen om naar de Nether te gaan. Voor de mensen die reacties hebben achtergelaten en zoiets hebben van Duffy, waarom heb je het er niet over? Het komt dat deze video's natuurlijk van tevoren zijn opgenomen. Omdat ik het weekend geen tijd heb. Vanaf dinsdag zullen de reacties weer behandeld worden. Dus tot die tijd moeten jullie doen zonder dat dat gebeurt. We zijn nu weer bij de kippen natuurlijk. Waarin wij natuurlijk ons best eigenlijk doen om continu steel chickens te krijgen. Omdat we die natuurlijk het liefst willen hebben. We hebben hier natuurlijk nu een, die is ready to breed. Dus we gaan deze natuurlijk breeden met een iron kip. Dus beter krijgen we er een baby steel uit. En we hebben wederom een iron kip. Wacht eventjes hoor, maar steel. Steel chicken. Steel chicken, die kon je krijgen met een iron en een coal. Right? Dus we hebben hier sowieso nog wel een iron kip over. Dus deze met een coal. Dus de kans bestaat nu ook nog dat we het gaan krijgen. En we krijgen, wat, is dit er eentje? Je, beter wel. Yes! Nog eentje! Toppie! Oké dan, dat is echt super chill. Maar we hebben hier nog een iron kip en we hebben ook nog een coal kip. Dus, beter nog even eentje, kom op. Is het dit er weer eentje? Ai, dat is een lead chicken. Oké, jammer, maar aan de andere kant hebben we wel weer één nieuwe steel erbij. Dus dat is natuurlijk wel super chill. Aangezien we die natuurlijk nodig hebben voor onze automatische heavy shear. Voor de mensen die de aflevering van gisteren hebben gemist, de extra aflevering. Ik zou zeggen, kijk het maar, want dan zie je dat in ieder geval wat er is gebeurd. En wij kunnen nu in ieder geval bezig gaan met, als het goed is, naar de Nether gaan. Want zoals jullie ligt hier ook al zien, ik heb hier behoorlijk veel lava ook alweer zitten. Dus wat wij alleen maar hoeven te doen is even dit daarin te douwen. Dit eroverheen te laten lopen. Oh, for fuck's sake. En we hebben nog meer lava nu. Shit. Oké. Oh, oh, dit is niet. Oh, wacht, nee, wacht. Die kunnen we makkelijker oplossen natuurlijk. We pakken deze. We doen die erop. There we go. Ik weet niet precies hoeveel obsidian ik nodig heb. Het is of 10 of het is 12. Maar wat ik zei, dat durf ik dus zo 1, 2, 3 eigenlijk niet te zeggen. Omdat ik het echt oprecht gewoon niet meer weet hoeveel het was. Maar als het goed is... Oh, we hebben hier trouwens... Oh, er wordt nog weer nieuw ingemaakt natuurlijk. Maar als het goed is, moet het uiteindelijk allemaal toch wel goed komen. Want we hebben denk ik wel genoeg van alles. Want we hebben inmiddels nu al 11. En kijk, dan hebben we er nu in ieder geval sowieso 12. En dan kunnen we dat in ieder geval gaan regelen. Dus dit pakken we ook nog even uit. Zo. Oké. Ondertussen blijf ik hier wel gewoon lava inmaken. Ik weet nog niet waarom, maar misschien hebben we het al een keertje nodig. En dan denk ik dat wij nu bezig kunnen gaan met het maken van een Nether portal. Ik denk dat wij de 12 voor nodig hebben. Ik weet het mensen. De Nether is levensgevaarlijk. In ieder geval, dat heeft Dylan mij verteld. Die zei, als je naar de Nether gaat, pas op. Want voor je het weet ben je dood. Je overleeft waarschijnlijk toch niet. Wat dan ook zorgt voor... Ik weet niet of hij nou zei een jetpack. Zit dat überhaupt in de game? Een jetpack? Jetpack, ja. Had hij het ook over van, maak een jetpack op zijn minst. Want dan kan je vliegen en weet ik het allemaal. Maar ik ben een bad boy. En ik ga gewoon die hard gewoon die Nether in, zonder dat te doen. Zonder te luisteren aan Dylan's tip. En we gaan wel kijken hoe wat allemaal. Dus we gaan zo meteen naar de Nether toe. Ik ben erg benieuwd, want ik ben er nog nooit geweest. Het blijkt echt een hel te zijn, wat Dylan zei. Dus ik ben heel erg benieuwd erover. Ik ben er ook wel zo'n beetje hyped over. En ik heb zoiets van, yo, hey, nieuwe dingen proberen. Altijd leuk. Dus ja, we gaan het in ieder geval meemaken. We gaan het zien. Ondertussen, jullie snappen wel wat ik natuurlijk aan het doen ben. We gaan eerst even de troep weer opruimen. Want die blijft ook maar altijd maar komen en komen en komen. Hoewel, we kunnen de boel niet eens opruimen, want onze hele inf zit vol. Maar goed, dit mag daar ondertussen in. Die mag daar in, die mag daar in. En we hebben echt een troep. We hebben echt een troep. Laten we sowieso even gaan kijken wat hier sowieso niet van gebruiken. Wat gewoon weg kan. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel eieren hierin zitten. Laten we die gewoon in eerste instantie even wegnemen. En laten we die gewoon even lekker hierin douwen. Like, yo, why not? Geldt dus ook voor die dirt dan wat dat betreft al. Douwen we dit ondertussen wel hier erin. Zo. Dit mag erin. There we go. Goed, douwen we dit hier nog even weer erbij in. Want dat, wat ik zei, daar doen we nu toch niks mee. Deze kan ondertussen hier erbij in. Om de lootbags te blijven te creëren. Flikkeren we dit ondertussen even hierin. En dan denk ik dat we ondertussen allemaal wel koetsje zijn. Dan gaan we eerst even slapen voordat we dadelijk allemaal mobs hebben die ons gaan tegenwerken. En dan kunnen wij dan naar de Nether gaan. Maar voordat we dat overigens nog eens een keer gaan doen. Ja, ik stel het komt nu uit, denk je. Gaan we eerst even snel hier nog wat supplies weghalen. Want je ziet het inmiddels al wel. Er komen hier behoorlijk wat supplies natuurlijk binnen. Ondertussen gaan we denk ik ook weer even nu een iron sheath erin zetten. Of is het een mesh? Het is de mesh. Hoppatee. Ondertussen doen we nu even dus een iron erin. Want ik denk dat we handiger kan zijn. Ondertussen zie ik ook weer dat we hier fucking lead hebben geflikken. Wat helemaal niet moest. We hebben ook bijna geen lead hier meer in zitten. Dus dat is ook alweer pretty fucked up. Maar goed, het zij zo. Daar doen we nu ook toch niks meer aan.
Daar doen we helemaal niks meer aan. Maar ja, het is wel pretty fucked up natuurlijk dat we daar lead in hebben. Want dat is toch een stukje lead wat wij daardoor missen. En nu hoor ik je denken van ja, maar Duff, je kan er ook gewoon nu gewoon extra lead erbij in toevoegen. Is zeker inderdaad een optie, maar dat gaan we gewoon niet doen. Wij doen het gewoon even op de luie manier. Jij mag weg en we plaatsen jullie wel weer opnieuw. Zo, hoppatee. Goed, dan gaan we dus nu bezig met het maken van de Nether Portal. Ik heb werkelijk maar geen idee hoe en wat waar ik hem het verstandigst neer kan zetten. Aan de andere kant denk ik van hier beneden gewoon just to be sure. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van fuck it, of we kunnen hem ook gewoon hierboven gewoon letterlijk gaan bouwen. Weet je wat, zullen we hem gewoon hiernaast bouwen? We doen het gewoon. Dat zeg ik wel heel stoer. We doen hem gewoon hier, fuck it. Ik ben niet goed met de Nether Portal. Ik maak hem nog wel eens fout. Voor de mensen die zich afvragen, durf mee dat nou? Yep. Dus don't judge als het niet goed gaat in één keer. Gaat hij nu in één keer goed eigenlijk? Dit ziet er wel uit als een Nether Portal, right? Volgens mij wel. En dan hoeven deze hier en dan die daar met zo. Ik weet, die hoekjes hoeven niet, maar ik vind het wel epischer uitzien. We hadden dus blijkbaar obsidian te veel als dit een correcte Nether Portal is. En voor de mensen die zich afvragen, durf mee het nou? Weet je echt niet hoe je Nether Portal maakt? Tuurlijk weet ik hoe je het maakt, anders zou ik dit natuurlijk ook niet hebben. Maar het is me altijd zo van, ik weet niet hoe groot en dit en dat allemaal. Ik ben gewoon een klein noobje daarmee. Flint en steel. Bam, Nether Portal is aan. En nu is het moment suprême dat wij de Nether ingaan. Waar ik overigens een klein beetje bang voor ben. Dus wat ik ga doen is voor de zekerheid wat spulletjes dumpen. Dat ik zoiets heb van ik wil gewoon niet onnodig spullen natuurlijk verliezen. En nou dat dus. We gaan dus eerst even gewoon denk ik helemaal blanco erin. Hoewel ik moet even weer trouwens iets checken. Set home. Slash home. Oké, weet je wat is mensen? Dat werkt. De home command. En ik heb zoiets van, ik ben ook weer niet de broertje natuurlijk. En ik heb zoiets van, ja, weet je, waarom niet? Dus mocht het nodig zijn, dan gebruik ik hem. Ik denk, ik meld het alvast. Mocht het nodig zijn dat ik naar slash home moet, dan doe ik dat gewoon. Ondertussen denk ik van, we gaan eerst nog één keer snel naar de kippen toe. Mochten die misschien ready zijn to breed, dan kunnen we daar ook nog even wat mee gaan doen. Dus deze steelchick is inderdaad ook alweer ready to go. Steel met gold. Doe dat eens. Wat krijgen we eruit? Ik weet het niet, ik kan het niet eens zien. Maar goed, aan de andere kant. Iron met coal. Kom op. We krijgen een coal chicken, oké. Iron met coal, kom op. En we hebben wederom een coal gekregen. Iron met coal, kom op. Steel, please. En dat is wederom een, oké. En jij bent ook nog ready to go met die. Oh nee, nu heb ik... Is dit een steel chicken? Ja, toch? Ja hoor mensen, hoppatee. Vandaag weer twee steel chickens erbij. Super chill. Dat is een verdubbeling van hetgeen wat voor mij hoeveelheid hoe ik had. Maar goed, super chill. Daarom wil ik hier nog even naartoe. Want ik had dus iets van volgens mij moeten ze weer breedable zijn. En het antwoord was ja, dat waren ze. Goed, we zijn dus nu helemaal gestript. Om te zeggen, we hebben alleen Iron Gear aan. Fuck dat. Wij gaan de Nether in de Sky Factory voor de allereerste keer. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Let's go. Oké. Oké, loading terrain. Hij gaat natuurlijk nu heel die map allemaal downloaden allemaal. Oh, wauw. Oh nee, die moet ik niet indrukken. We hebben letterlijk alleen maar dit. Oh. Ik ga denk ik gewoon even hierop springen. Als ik mijn spullen verlies, boeit me eigenlijk vrij... Wat is dit? Dit is een cloud. Wat? Serieus? Serieus? Moet ik zelf helemaal een Nether gaan bouwen in de zin van... Ik moet daar zelf blokjes gaan brengen? Maar wacht even, hoe kom ik dan in godsnaam aan een Nether Quartz en Shizzle? Of Nether Rack? Hoe kom ik daar in godsnaam aan? Enderite ore, dat moet dan in een sackmill douwen. Juist, ja. Oh, wait a second. Aha. Dus. Oh. Aha. Dus daadwerkelijk wel. Dus inderdaad weer met het hele lava-ish. Met redstone. Ah. Dit modpack is echt bizar wat dat betreft, mensen. Oké, dan. Nou, goed om te weten. Weet ik dat ook weer. Ik moet dus alles helemaal zelf maken van scratch en weet ik het allemaal. De vraag natuurlijk is nu van, wil ik dat? Nou ja, het antwoord is, als ik eerlijk ben, ja en nee. Want
In de zin van, wil ik ermee bezig gaan? Wil ik een eiland gaan maken? Ik vind het namelijk een beetje tricky, een beetje spooky om te doen. Tegelijkertijd denk ik van, ja, ik ben natuurlijk niet voor niks naar de Nether gegaan. We hebben hier mijn dead mark. Hoe hou je die weg? Ik ben nu allemaal knopjes aan het indrukken, mensen. Dus ik hoop dat het goed gaat, dat ik niet dood ga zo meteen. Oh, wat is dit? Oh, ik druk per ongeluk J in. G. You must... Oké. F. Oh, nee, dat hoeft nou ook weer niet. D, links, rechts. Oké. Z, X. Nee, X ook niet. E is mijn inventory natuurlijk. R, T. Nee. Die misschien. Oh, wat heb ik nou gedaan? Wanneer Duffy allemaal knopjes indrukt wordt... Oh ja, die heb ik natuurlijk zo. Oké, wacht. Hoe open je die map? Nou, mensen. Ik denk dat ik het gewoon hier maar bij moet laten. Met al die dingen die ik aanraak. Want ik denk niet dat dit goed gaat komen zo. Goed, we laten het lekker. We gaan dus hier gewoon maar blokjes neerflikkeren. Om de boel even ietsjes groter te maken. Ik weet dus ook niet wat ik hier allemaal van kan verwachten, mensen. Ik hoop natuurlijk dat het allemaal wel een beetje mee gaat vallen. Maar wat ik zeg, dit had me op zich al wel gewaarschuwd voor de Nether. Dat het pretty dangerous kan zijn. Dus ja, aan de andere kant, hè. We zullen het allemaal wel zien, maar ik weet niet. Ik ben op een of andere manier ben ik er best wel hyped over, de Nether. Omdat je hier dus allemaal weer nieuwe dingen gaat krijgen. En hier kan dus ook uiteindelijk dus de kip gaan spawnen. Die wij dus uiteindelijk moeten gaan hebben voor de Diamond Kip. Ik heb werkelijk waar geen idee hoe. Maar dat is in ieder geval hetgeen wat hier dus kan gaan spawnen. We gaan nog even iets meer obsidian ophalen. Om hier een iets groter platformje van te maken. Levensgevaarlijk, maar we gotta do what we gotta do. I guess. Trouwens mensen, voor de mensen die hebben van denken van... Rechts achterlaten, heeft het nu wel zin? Ja, dat heeft zin. Hoe gaat nu die Nether Kip spawnen? Spant die gewoon als ik hier gewoon een grasveld maak in de Nether? I don't know of dat kan. Spannen ze gewoon op het cobblestone hier wat ik hier aan het maken ben? Hoe gaat dat in zijn werk? Als iemand dat weet, alsjeblieft laat het achter in de reacties. Want ja, ik zeg het vaak genoeg, ik heb werkelijk waar geen idee wat ik allemaal aan het doen ben wat dat betreft. Dus mocht je dat weten, alsjeblieft help mij ermee. Want we zijn hier natuurlijk niet voor niks. Laten we eerlijk zijn. Deze nog even zo, die nog even zo. En doen we ook even twee aan deze kant. Dan hebben we tenminste even een Nether eilandje. Oh, je laat ook meteen achterhoek die dead mark hier weg kan halen. Dat zou ook natuurlijk wel handig zijn. Want ja, een dead mark is natuurlijk ook een beetje overbodig. Zo. Waarom ik dit doe, mocht er nou een beest vanaf boven komen, dan is het iets beveiligd of zoiets, weet ik veel. Goed, we hebben in ieder geval nu wel een Nether gebeuren allemaal. We zijn al één keer doodgegaan in de Nether, maar hey, beter één keer dan geen keer, kappa. Eens moet de eerste keer zijn en we hebben alleen maar Iron Gear verloren. Ja, dat had ik inderdaad uit kunnen doen. Maar ja, als ik heel eerlijk ben, dat Iron Gear, dat boeit me nou ook weer niet zo heel erg als ik eerlijk ben. Goed, dit pakken we ondertussen eruit, want deze hoort natuurlijk er helemaal niet in. We hebben natuurlijk hier ook allemaal spullen ingedouwd wat er ook helemaal niet in hoort. Maar we moesten gewoon eventjes onze spullen dumpen, om zo maar te zeggen, voor onze eigen veiligheid. Die mag eruit. Zo. Leuke ervaring, alleen ik heb werkelijk nog geen idee wat ik er kan van verwachten allemaal. Maar ja, weet ik het mensen. Oh my fucking god. Ik zit echt even zo te kijken van what the fuck is going on. Ondertussen gaan we toch nog maar een keertje naar de kippen toe. Wacht even, hoeveel iron heb ik trouwens inmiddels? Ik heb hier nog twee blokken, dat oké. Want ik wil dus uiteindelijk met hoppers ook die kippen automatisch laten maken. Dus beter krijg ik hier nog wel even iron uit. Wat is eigenlijk de beste manier om... Iron ore shizzle maar de nizzle te krijgen. Dit is het beste voor een... We hebben nu een gewone sheaf natuurlijk. We hebben er gravel in zitten. Dus gravel. We hebben er een... Niet een string. We hebben nu op dit moment een iron mesh erin zitten. Oké, daar hebben we best wel een grote kans dat we dat gaan krijgen. Dus het is inderdaad gewoon lekker nu even die ding erin douwen. Weet je, je krijgt lekker die er even bij. En gewoon daar even ondertussen dan maar op wachten. Wait a second, werkt dit nou niet? Oké, dat ding heb ik al die tijd niet eens goed aangesloten, dus blijkbaar. Niet dat het heel veel uitmaakt voor de mensen die afvragen van, Duff, wat nu? Ik heb natuurlijk nog genoeg gravel wat dat betreft er altijd in gehad. Nu staat hier mijn home. Nee, dat wil ik helemaal niet. Ik heb natuurlijk altijd genoeg gravel erin gehad wat dat betreft, dus dat boeit helemaal niet. Maar het is natuurlijk wel makkelijk als de boel ondertussen ook gewoon doorgaat. Kan ik deze hier opzetten? Ja, toch? Zo. En vult hij zich dan nu wel? Ja, hij vult zich nu wel. Goed, dat is dan eventjes een foutje vanaf mijn kant geweest. Maar goed, wist ik veel wat er gaande was. En dat het helemaal niet zou werken. Ik bedoel, ik heb er eigenlijk nooit naar gekeken. Het is inmiddels weer opgelost, dus dat gaat ook goed. We hadden hier gelukkig natuurlijk nog meer dan genoeg gravel in zitten. Dus we hebben er eigenlijk helemaal niks van gemerkt. Maar we zijn er op tijd bij.
wat dat betreft. Zo zie je maar weer mensen, weet je. Gewoon opletten wat dat betreft. Ondertussen gaan we nog één keer bij de kippen kijken. En dan vind ik het mooi geweest voor vandaag alweer. Hoewel voor vandaag, voor deze aflevering. We gaan natuurlijk om 12 uur natuurlijk gewoon verder mensen met natuurlijk een nieuwe aflevering. Waarin we natuurlijk weer dingen zullen gaan verwerken. Ook nog weer bezig zullen gaan natuurlijk met het fixen van kippen allemaal. Iron met kool, kom op. Steel? Is dat een steel? Nee, dat is een cold chicken. Kool met iron. Steel. Wacht, als je steel met steel laat breeden, dan heb je toch 100% kans. Nou ja, weet je, fuck it, we hebben nu geen steel. Steel met gold, doe maar. En we krijgen er beter een steel kip uit. Voor mij is het een gold kip. Nou goed, maakt helemaal niet uit. We hebben in ieder geval weer wat dingetjes voor elkaar gebokst. We hadden sowieso om 12 uur dus genoemd, is natuurlijk een extra aflevering. We zijn natuurlijk bezig met de farm allemaal. Ik hoop natuurlijk ook nog heel veel iron allemaal. En voor de rest gaan we denk ik straks ook nog wel even bezig met de Nether Base. Maar dat is natuurlijk allemaal later. Gaan we ook nog eens bomen omhakken. We gaan ook weer supplies natuurlijk verzamelen. Want we hebben hier natuurlijk ook nog visjes, zo is het of niet? Ja. We hebben in ieder geval 4 bloks en 8 ingots. Dus daar kunnen we ook weer gaan leegtappen. Kortom, we hebben gewoon nog weer enorm veel te doen. En we zijn niet zo'n stukje vergeten om op te vullen. Maar goed, maakt helemaal niet uit. Voor nu mensen, enorm bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Sky Factory. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe natuurlijk even allemaal de duimpje hoog aan klikken. Ben je nieuw, abonneer, welkom. En mensen, tot vanmiddag.